Wat je waarschijnlijk overal leest en hoort, ga maar eens positief denken. Positief denken is zo belangrijk voor je. Dus ja, en dat is dan de oplossing van heel veel problemen. En, ah, het is een leugen. Als positief denken de oplossing is van heel veel problemen, dan is dat, als je dat gelooft, dat is één grote leugen. Het bestaat niet dat positief denken jouw problemen kan oplossen. Nu is natuurlijk positief denken wel beter dan, dan negatief denken. Maar als je een probleem hebt, dan kun je jezelf wel vertellen, bijvoorbeeld je kunt niet slapen, dan kun je jezelf wel vertellen, nou ja, ik ga vanavond, ik ga maar eens even positief denken, dus ik ga, ik ga denken dat ik vanavond slaap. Maar ja het, ja, het andere deel van je brein zegt, ja, maar ik heb een half jaar nauwelijks geslapen, dus waarom zou ik dan vannacht wel slapen? En iedere keer, ja, je kunt namelijk met je positieve denken jezelf niet overtuigen wanneer er sprake is van een probleem. Wat je wel kunt doen, dat is in doelen leren denken. Dus je mag aan doelen denken, hoe leuk het wordt, hoe fijn het wordt en wat je nou uiteindelijk graag wilt. Dus op het moment wanneer je positieve denken gerelateerd is aan angst of gerelateerd is aan onzekerheid of gerelateerd is aan iets wat je niet wilt, dan levert dat niet zoveel op. Maar zodra je, zodra je je bezighoudt met de dingen die je diep van binnen echt dolgraag zou willen. Bijvoorbeeld... je hebt vliegangs, maar je wilt er graag een keer... een reis naar New York maken. Ja. En je vraagt je af... wat je allemaal voor leuke dingen gaat ondernemen... in New York. Ja. Dan, als je dat echt gaat... afvragen... dat is een manier van doeldenken... die je mogelijk wel wat oplevert. En wij, wij denken te veel in onderwerpen. Als we denken van... Um, ja, ik ben burn-out en, en, en ja, nou ja, oké, okay, dan moet ik maar eens even positief denken en dan denken dat mijn burn-out morgen is opgelost. Ja, maar je, je gelooft dat niet. Maar je, waar je wel aan kunt denken, dat is dat je een half jaar verder denkt. En dat je, dat je bedenkt dat je over een half jaar een nieuw bedrijf gaat opzetten. Of dat je over een half jaar een nieuw huis gaat kopen. Of dat je over een half jaar hoe het eruit ziet en, en, en wat je er allemaal wil gaan ondernemen. Waar je over een half jaar eh, afscheid van wilt nemen enzovoorts. enzovoorts. Maar je kunt, dus, je kunt dus wel in doelen denken. Maar je kunt niet positief denken. Om weg te komen van je angst of weg te komen van die dingen die vandaag veel narigheid veroorzaken. Dat lukt jou niet en dat lukt uiteindelijk niemand. Dus het positieve denken is een verhaal. Want meestal als je positief denkt ten opzichte van een heleboel negativiteit. Ja, dat, dat, dat gelooft je brein niet. En je kunt vandaag straat, daarom zijn en heel veel schulden hebben. En kun je wel positief denken: van ja, ja, euh, oké, okay, laat me maar, maar eens even positief denken dat ik morgen geen schulden meer heb. En je brein gelooft dat niet. Laat ik maar eens even positief denken dat ik over drie maanden de hoofdprijs vind in de loterij. Maar je brein gelooft het niet. Dus ik ben niet zo'n voorstander van positief denken. Ik ben wel een voorstander van doen, acties ondernemen richting. En toen.